Britt wil naar huis toe. Britt vindt het niet leuk meer met mij. Ze vindt het niet leuk meer. Ik heb de hele dag op haar liggen wachten hier in de studio. Now she wants to leave me. En nu gaat het echte werk pas beginnen. Echte werk. Het afmixwerk. Het opschoonwerk. Het weghalen van ruis. En het weghalen van... heigjes. Eigenlijk is dat iets wat een man niet moet weg willen halen bij een vrouw. Maar ja, in dit geval... in dit geval moet het toch weg. Dus wanneer de tracks weer tegen horen kunnen worden gebracht, zitten er geen heigjes meer op. En kreuntjes zijn ook weg. En snorkeltjes zijn ook weg. En de oneffenheden gaan we ook even glad strijken en de plooien. Alhoewel het bij Britten niet zo heel veel staat. Dus in jezelf wel gefilmd, dat ik normaal niet doe. Geen zin in. Ik ben daar veel te nuchter voor. Geen zin in. Maar goed. We waren dus bezig aan... Even kijken hoor. Een track voor Tinder's Smelly. Tinder's Jerry bedoel ik. En we waren bezig met een... Even kijken, wat track was dat ook alweer? Oh ja. We waren bezig met een van de tracks voor mijn release schedule. Ik weet alleen nog niet hoe die heet. Ik moet even naam verzinnen. Ik had het denk... Of nee, wat vind jij een goede naam? Voor je album? Nee, voor die track. Die ene track. Die drop, dip track. Oh. Nou, ik heb nog geen naam ervoor. Maar misschien komen we daar nog op. Dan hebben we wat vocals opgenomen voor een cover. Die laat ik niet horen. We zijn bezig vanaf hoe laat geweest? 11. Vanaf 11 uur. Britt wil niet op de camera. Want de make-up is niet geregeld en zo. Dus. Maar goed, ze is druk bezig met de musical stuff en zo. Ja, wat zal ik nog meer vertellen? Oh ja, ze heeft You and I ook ingezongen. Geschreven? Oh ja, en geschreven. Sorry. Excuus. Ik ben ook schrijver. En er is een verschil tussen hoe Britt schrijft en hoe ik schrijf. Ik schrijf meteen gericht voor iets. En Britt wil af en toe haar hart er nog wel eens inzetten. En de emotie laten spreken, wat natuurlijk prachtig is. Maar soms overbodig is. En dat zeg ik dan ook. Maar bij You and I was het gewoon voltreffen. Ik vind het beter dan In Your Eyes. Die ik zelf geschreven heb. In case you're wondering. Dus zelfkritiek is op zijn plaats. Ik ben ook niet de type dat niet hand eigen boezem kan steken. Dat kan ik wel degelijk. Zo zie je maar weer. Ook een perfectionist is iemand die af en toe dingen doet die niet perfect zijn. Snap je? Ja? Ik zou Britt toch wel even op die cam willen zetten. Jij niet? Jullie willen het zien, hè? Nou goed. Dan moet je gaan naar... Wat is je hype ook alweer? Britt Music. Sorry. Brit Music. Punt. Hives. .nl. Dus Brit Music met een C, toch? Yep. .hives.nl. Ja. Ah, goed, we hebben de studio aangepakt. Laat het nog wel een keertje zien. Het is nog niet klaar. Het is nog niet filmwaardig. Moet er nog meer dingen in gebeuren? Het gaat nog gebeuren. Goed, dat was het dagje vandaag. Gewoon even in de studio een paar uur. Weer niks gedaan. En nu ga ik naar boven. Kantoor. Kijken wat voor mails ik heb. En demo's luisteren. Demo's luisteren van hele goede, getalenteerde producers hopelijk.